ICT-cursus gedaan en ik ben eerst gekomen op de introductiedag. En wat ik daar zag, dacht ik van, ja, dit is echt mooi. Ik bedoel, ik zag iemand zo snel opknappen. En toen dacht ik van, ja, wat iedereen ook mag zeggen. Ik vond je intro toen wat gevecht tegen de KNGF. Maar toen dacht ik van, maar wat ik hier zie is heel erg mooi. Dus ik ga gewoon terugkomen. Dus daar ben ik dan. En nou, ik heb een fantastische cursus beleefd. Waar ik eigenlijk, ja, ik heb eigenlijk nu pas fysiotherapie geleerd, kan je bijna zeggen. Want ja, hiermee heb je resultaat. Daarvoor modder ik een beetje aan. Ik heb zelfs gedacht om het vak te verlaten. En ik heb ook manuele therapie gedaan. Het is leuk, het zijn handvatingen, maar zoals je zegt, dit is een navigatiesysteem. Nou, helemaal fantastisch. Ik ben een grote fan van je geworden. Het is een enorm inspirerende cursus. Ik heb veel gedaan, nog nooit zo leuk als deze gehad. Dankjewel. Wat is je achtergrond? Manuele therapie, fysiotherapie. Maar wat vond je er anders dan wat je geleerd hebt tot nu toe? Logisch denken. En met name de myofasciale ketens. Dat is echt een openbaring om daarin te denken. Dat is, ja, dat is het dan. Oké. Okay. Dank je. Ja. En jij zegt ja? Nee. Hij zegt nee. Wat vond je ervan? Nee, ja, je moet wel leren om juist, wat zei ik, juist niet logisch na te denken. Dus kijken van wat wil het lichaam. Maar wij zijn met de SOMT-opleiding dus geleerd van, ja, zo bewegen het lichaam, dat zijn de vlakken. En dan leer je logisch nadenken. En nu kijk je gewoon van, ja, wat wil het lichaam. Dat is eigenlijk makkelijker dan wat je eerst ziet. Dat is wel fijn. Je hoeft niet meer logisch na te denken. Is het een aanvulling op wat je deed? Ja. De opleiding? Ja, ja, want je gebruikt wel je manuele technieken. En eerst moet je echt nadenken van, ja, wanneer doe ik nou wat? Of, en nu ga je gewoon kijken van, ja, wat wil het lichaam? En dan pas je daar je manuele techniek op. Oké. Een aanrader dus deze wel naar extensie manipuleren, blijf van de plek. Ja, zeker een aanrader. Ja. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Oké, dankjewel.